Ja, daar zijn we ontzettend, uh, ontzettend blij mee. En uh, ja, dat is echt eventjes een kroon op ons, uh, op ons werk. Ja, want er is ook uh, veel uh, weerstand wel uh, ontstaan. Is dan de opluchting extra groot? Ja, er is veel weerstand. Maar ik moet ook zeggen, er zijn ook ontzettend veel positieve reacties... ook in de afgelopen twee jaar geweest. En uh, ja, goed, deze uitspraken uh, die geeft dus aan dat we verder mogen. Bent u niet bang dat nu het er daadwerkelijk kan komen... dat er toch een beetje een verdeeldheid gaat ontstaan... ook binnen Zevenaar over het outletcentrum? Nou, kijk, een verdeeldheid zal er misschien altijd blijven ontstaan of zijn. Maar we doen ons uiterste best, dat hebben we in de afgelopen twee jaar al gedaan. om niet alleen echt heel intern gerecht, maar zeker ook extern en met ondernemers, ook onze centrumondernemers. Want ja, we moeten natuurlijk, hun hebben natuurlijk ook een vervelend bericht gehad dan vanmorgen. Maar samen met elkaar gaan we toch proberen er het beste van te maken voor, voor Zevenaar, voor de regio. En wat ik ook heel erg mooi vind, kijk, de, de Herindeling met de gemeente Rijnwaarde die staat op de rol. Volgende week valt het definitief besluit. En een van de speerpunten van de nieuwe gemeente is recreatie en toerisme. Ja, en die outlet past daar gewoon naadloos in. En nu, wanneer komt het outletcentrum daadwerkelijk te staan? Ja, wij hopen uh, dat het outletcentrum in 2020 zijn deuren kan gaan openen. Voor die tijd gaan we natuurlijk met allerlei informatie die we al hebben, maar gaan we zeker met onze ondernemers, met de vrije tijdsbranche, met heel veel mensen gaan we verder werken uh, aan uh, de maatregelen, de synergie maatregelen. Uh, de outlet is een onderdeeltje van de hele visie van Zevenaar, het centrum van Zevenaar, de outlet en ook het toerisme met de prachtige gebieden die we hier hebben. Dus we gaan samenwerken dat we er een goed uh, Outletcentrum hebben staan die ook een meerwaarde voor Zevenaar en de regio De Limers heeft.